Timothy de Jong. Halve finale bereikt, maar wat een wedstrijd, wat een cupfinal. Ja, we moesten ervoor vechten. Hè. Ik bedoel, Siata kwam vandaag bloedheet hier naar binnen. Hij miste geen schot en daardoor bijna geen... Ja, want je werd bijna kapot geschoten. Klopt. Maar ik zei tijdens de halftime tegen ze dat ze... Laat Siota maar al zijn punten maken, zolang we de rest stoppen. Snap je? Hij gaat die game niet voor hun winnen. En we hebben hard gewerkt. We moesten beter zijn in de offensive rebounds, want ze hebben er veel gepakt en veel kansen daarna ook gemist. Maar overal was het een hele zware wedstrijd. Gelukkig zijn wij aan het winnende einde gekomen. Ja, regelmatig op de achterstand, terugkomen, lopen ze weer weg. Maar goed, het gaat maar om één ding, na 40 minuten. En toen was het erg prettig te scoren. Ja, zeker. Ik bedoel, we moeten blijven vechten. Hè. En dat is een mentaliteit die we terug moeten brengen naar ZZ Leiden. We hebben dat altijd gehad en vandaag zeker gebleken. Ik vond het een cruciale wedstrijd vooraf voor Leiden. Met een nieuwe tegenstander, de halffinale die te doen is. Waardoor de finale, ik zeg niet dat je hem gelijk hebt, maar die finale lonkt nu wel. En dat is natuurlijk wel een hele snelle weg. Zeker. Maar we moeten het één wedstrijd tegelijk één voor één nemen. En eerst Ares, eerst uit en dan Ares thuis en dan kijken daarna. Ja, en dan gaan we verder kijken. Op dit moment, ik bedoel, is het sowieso moeilijk voor ons omdat we nu ook een speler hebben verloren weer. Ja. En dus nu moeten we weer alle mensen van de bank af oppikken. Iedereen moet harder gaan werken, 200% inzet tonen. En daar redden we het wel. Ik heb alle vertrouwen in. Maar het is wel lekker als je een keer zo wint. Dat zeker. Dat moet. En het moet momentum creëren nu voor de volgende wedstrijden. Succes. Dankjewel. Now tell me, what was the story of this game? I think our fourth quarter defense really sealed the game for us. You know, we came up with some big steals and showed the mental toughness that we need. You know, that's been a staple at Leiden for a long time, is playing well in the fourth quarter and making the plays, the big plays that are needed when they're needed. Was this a crucial game for Leiden? A turning point, perhaps? Yeah, I mean, you know, this was an important game for us, for sure. I mean, we finally had, you know, most of our team or our whole team here playing well together. And I think it was important for us to make sure that we got the win that we needed. You know, this was a big game for us. It puts us into the semifinals. So I think it was important that we came out and played well and got the win tonight. Yeah, because at the end, you lose some games fighting, and at the end you lose them. And now tonight you fight them and you win them at the end. Yeah, for sure. You know, it's a confidence booster. But I mean, it's something that we've been trying to get into our system this whole year. So I think this is important for us to see that this is how it's supposed to go, and these are the type of plays and things that we need to do in order to win. Are you the favorite for the semifinal? Well, you know, I don't know about those type of things. I kind of. It's Ares Leeuwarden. It's Leeuwarden. Well, yeah. I mean, they gave us a tough time last time they were at our house. So I mean, it's an important game for us. I don't think anything's easy, especially when it comes to the cup or the finals. Just like last year, Leeuwarden came in and they were hot. They almost beat us the first game. So I mean, can't take anything for granted. Okay, thank you.